eentje die ongelijk is. En dan kan ik, hupsakee, vanaf hier naar hier, hierop gaan staan. OMG, dit is een perfecte plek! Yo, what up mensen? Welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij Hide and Seek. En over Hide and Seek gesproken. Check even hoe goed mijn plantje er weer uitziet. Want vorige aflevering stond hij echt helemaal zwak. Maar ze zijn allemaal weer omhoog gekomen na het water. Dus dankjewel voor het berichtje jongens dat ik de plant water moest geven. Vergeet het niet zo nu en dan te doen. Dan blijft hij zo mooi groeien. En hopelijk gaan dan ook de gele blaadjes een beetje weg. Maar dankjewel voor de tips guys. Hij leeft weer. Ik ben helemaal blij. Het is jammer dat ik niet mijn plantje in de game kan gebruiken om achter te verschuilen. Maar ik ben zelf ook gewoon een plantje geworden. Kijk nou. Dit is de ultieme plantcamouflage. Niemand die het ziet. Hupsakee. En wij gaan gewoon ergens staan. Oh ja, ik ben Leaves, hè. Maar ben ik die soort Leaves? Ik weet het niet. Ik weet sowieso niet of Leaves nou echt mijn slimste keuze hier was. Maar whatever, whatever. We gaan het zien. Oké, we gaan het zien. Oh, hij is ook Leaves. Weet je wat? Ik ga... Oh, wat? Je kan daarheen? Yo, dat is een nice plekje. Niemand die het door heeft. Ik ga gewoon hier staan. Hupsakee. Hij wordt ook gewoon vol aangevallen. Daar niet van. Oscar, wordt in elkaar gemapt door een bloempotje. Dat is wel sneu. Dat is wel sneu. Hupsakee. Hij is gewoon nog steeds de enige seeker en wordt gewoon alleen maar in elkaar gemapt. Hij krijgt niemand neer. Oh, joi. Dat is wel sneu voor die vent. Dat is wel sneu. Come on, bro. Come on. You can do this. You can do this. Oscar. Hij is nog steeds de enige seeker. Er zitten ongeveer 4 dingen om hem heen. Maar hij gaat. Hij krijgt maar niet de keel. Iedereen lacht hem ook uit in de chat. Ha! Nou, oh, Oscar, kom op. 1 iemand kan je toch wel vermoorden? Kom op, Oscar. Oscar wordt echt gepest. Nou, kijk nou. Oscar. Oh, hij heeft iemand vermoord. Oh, arme Oscar. Oei. Oh, wat? Ik zie daar buiten zie ik opeens Leaves. Maar ik weet nog niet of dat echte Leaves zijn of niet. Ik weet niet. Oeh, daar zie ik ook allemaal Leaves. Ja, ik denk dat ik misschien wel een ander plekje moet zoeken. Want ik weet niet of ze me hier kunnen raken. Ja, we gaan het vanzelf zien. Volgens mij zit hij wel een beetje te kijken. Oscar denkt echt van, what the heck is er allemaal gebeurd, man? Oh, jij gaat die kapot maken. Ja. De logica van Oscar, dames en heren. De logica. Oké. Okay. 3 seekers nog steeds. Het gaat niet heel hard voor de seekers. Het gaat niet heel hard. Nu even de microfoon iets lager. Zo. Oké. Okay. Er komen wat mensen omhoog. Dit is redelijk gevaarlijk. Iedereen doet mooi de taunt. De taunt, da taunt, taunt. Wee! Taantjes everywhere. Oké. Okay. Ze doen echt helemaal niets. Ze blijven een beetje hier staan. Of gaat hij nou hier proberen te komen? Nee, ook niet. Ik snap deze mensen niet. Ik snap ze niet. Er zijn 3 seekers. Oké, ze gaan nu daar zoeken. Oké. Ja. Weet je, waar moet ik gaan staan als lief zijnde? Ik zou daarop kunnen staan. Maar ja, ook daar. Het valt weer op. En dat is zo stom aan deze map hoe ze gemaakt hebben. Het is allemaal zo... hetzelfde. Het valt zeg maar super erg op als ik nu daar ga staan, omdat die andere twee er zo uitzien. Maar als ze allemaal een andere hoogte hadden gehad, dan had het veel minder opgevallen. Dus ja, dat is niet echt handig in map design. Dat is niet echt handig, maar oké. It's all good. Maakt niet uit. Nog steeds 4 seekers. We zijn nog niet gevonden, dames en heren. Ze zijn nog steeds op zoek, dames en heren. En ik ga denk ik op 30 seconden ga ik wel wat mensen irriteren. Want we hebben nu bijna die 2000 coins. Dan kunnen we weer een nieuw blokje kopen. Dat zou wel nice zijn. Oh, hey, lief. Yo, kom bij me, broeder. Of blijf je daar zitten? Dat kan natuurlijk ook. Op zich is dat ook wel een goede plek. Als je daar een beacon bent of zo. Want daar zie je ook een beacon. Dus dan valt die niet zo erg op. Ik denk nog best dat het zou kunnen werken. Maar voor nu vinden ze niemand. Ik blijf gewoon lekker mijn fireworks doen. En het is een level 9. Volgens mij kreeg je iets op level 10, hè. Ik weet niet meer wat het was.
Ik zou natuurlijk even kunnen grinden deze matches om level 10 te worden. Om te kijken wat er gebeurt op level 10. Want ik kon me herinneren dat er iets was, maar ik weet niet precies meer wat. Level 10 is trouwens wel hoog. Ook al zie ik hier een level 11, level 3, level 4, level 3, level 2, level 2. Ik zit best hoog met mijn level 9. Redelijk hoog. Maar ik denk dat je echt voornamelijk van de tans moet hebben om te levelen. Komt er iemand aan? Nee. Oké, pak gewoon deze. Wee! Oké, de Leafs gaat aanvallen, mijn broedertje. Mijn broedertje. Oh shit, ik wil net zeggen, kwam er nou iemand naar me toe springen of niet? Ik ga bij 30 seconden, of ja, 30 seconden is wel veel, maar ik kan het wel. Ga ik in ieder geval bewegen naar een andere plek. Oké, Wouter. Even zen. Alright, 30 seconden. We gaan bewegen. Oh crap, oké, dat was echt de meest slechte sprong ooit. We hebben nog 20 seconden. Oké, het valt ze niet op. Het valt ze niet op dat ik er ben. En ik sla er eentje. Gewoon uit dominantie. Bam, dat is mijn dominantie. Haha! Haha! Bam, ga weg. Bam! Bam, ik ga je eraf gooien. Oh! En we hebben gewonnen. GG! Dat was een redelijk makkelijk gamepje. Maar wie weet is de volgende moeilijk. We gaan gewoon lekker nog een potje spelen. We spelen deze keer op de map Venice Bridge. Venice. En dit is nou een map die ik niet echt veel heb gespeeld. Ik zie hier wel veel dingen. Ja, ook hier. Oh, kijk nou. Kijk, dit is perfect. Zie je? Er zijn drie die gelijk zijn. En eentje die ongelijk is. En dan kan ik, hupsakee, vanaf hier naar hier, hierop gaan staan. OMG. Dit is een perfecte plek om te gaan staan als Leafs. Oké, ik ben heel benieuwd hoe lang je op zo'n normale, goede plek gewoon kan staan. Dus we gaan het nu meemaken, dames en heren. Want op een gegeven moment gaan ze natuurlijk elk blaadje slaan die ze zien. Maar ik hoop dat dat nu nog niet is. We gaan het zien. Ik ben ondertussen 216, bijna level 10. Spannend. Wat gaat er gebeuren op level 10? Ik moet even hier flink levelen, maar dat komt allemaal goed. Nou, kom daar allemaal goed, hè? Daar kwam gewoon goed. Zo, laten we gewoon rustig even blijven staan. Lekker veel tans doen. Intussen zijn er twee seekers bijgekomen. Doe maar firework. Whee! Boink. Boink. Oké. Wat zou er achter deze deur zijn, jongens? Wat zit er achter deze deur? I don't know. Wat zou het kunnen zijn? Venice Bridge. Dus dat is een bridge in Venice. Een brug in Venetië. Ik weet het niet. Wat is nou typisch Italiaans? Pizza's. Misschien zit er wel gewoon een hele grote opslag voor pizza's achter. Je weet het niet. Je zal het niet weten. Oké, we doen weer een tand. En we zijn alweer over de helft van de level omhoog. Dus dat gaat wel lekker zo. Als ik deze win, dan zou ik wel eens een level omhoog kunnen zijn. Oké, hij weet niet dat hier dus meerdere bladeren zijn. Dat is wel fijn. Ofwel, gaat hij de bladeren slaan? Nee. Oh! Oké. Kijk hoe goed deze plek het doet. Het is een beetje gewoon het uittesten van de perfecte plekken. De perfecte hide-and-seek plekken uittesten. Er komen nu wel veel mensen. Er zijn al 9 seekers. Dat is wel veel. En ja, één iemand hoeft maar deze game goed te kennen. Oké, ze slaan niet de bladeren, gelukkig. Mijn hart gaat omhoog. Gaat tekeer. Nee, niet de bladeren slaan. Goed zo. Kijk, het valt gewoon niet op. OMG. Goed zo, niet de bladeren slaan. Iedereen loopt er gewoon langs. Dit is echt perfect. Dit is zo perfect, jongen. Oké. Gewoon rustig blijven. Misschien weten jullie wat er gebeurt op level 10. Laat even achter in de comments. Jullie weten dat soort dingen meestal wel. Oké, ze zijn nog steeds levend. Oh, hij is die aan het slaan. Niet de liefste. Heel goed. Nog 4 andere hiders. Ik durf nu geen dans meer te doen. Nee. No. Oh, jeetje. We gaan bijna gewoon een level omhoog. Level 10. Hij komt eraan. Nog 2 andere hiders. Wat? Dat is wel sick. Oh, nog steeds niet de Leafs. Oh nee, hij viel de Leafs aan.
Hij viel die leaves aan. Oh, maar niet deze leaves. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh shit. Oh, ik had hem zo bijna. Ik had zo bijna. Had ik overleefd, maar er waren zo weinig mensen. En ze wisten dat ze leaves zochten, dus. Dat is wel jammer, dat is spijtig. We gaan gewoon nog één potje doen, kijken of we die level 10 kunnen halen. Alright, we zijn blaadjes. We hoeven nog maar 28 XP. En dan zijn we level omhoog. Maar volgens mij heb ik wel een probleem, want volgens mij zit in deze map zitten helemaal geen leaves. Dus dat maakt het wel aardig moeilijk. Dat maakt het aardig moeilijk. Oké, ja, dat was niet echt heel erg handig. Maar ik kan hem in ieder geval levelen, dus dat is wel fijn. Tenminste, dat hoop ik. Daar gaat het mij meer om. Kijk hoe lang ik kan overleven als niet als blad zijnde zonder dat er überhaupt hier blaadjes zijn. Ik val gewoon te erg op. Zeker omdat alles ook grijs is en ik ben gewoon freaking groen. Nog 10 punten, jongens. Oh, level 10. Open it in the hub. Oh, oké, okay, wacht even. Ik heb gewoon een lucky crate gekregen. Dat is het enige. Dat is het enige. Ik dacht dat ik speciale gear zou krijgen. Man. Man. Oh. Dat is wel balen. Ik ga gewoon hier naar binnen. Misschien is hier een mooie plek voor een... Kijk, leaves. Maar dit is allemaal spruce. Shit. En ik ben ook. Ja, maar ja, het is wel mijn beste gok, denk ik. Want hier heb je voor de rest sowieso niets. Dus. We kunnen weer een taunt doen. Dit is trouwens wel een perfecte plek om te staan, hé. Jeetje, mineetje. Jeetje, mineetje. We doen gewoon even een taantje, want we gaan richting level 11 alweer. What? Dit is echt super huge. Je kan hier overal heen. Oh, wow. Vette kamers. Vette kamers. En hier kan je naar beneden en dan kom je gewoon weer in het begin of zo. Oh, dan kan je hier tussen. Ik wist helemaal niet dat dit allemaal was, joh. Man, dit is wel veel. Oh, daar kan je eruit. Ja, waar ga ik eens heen? Waar ga ik eens heen? Want er komen maar meer en meer seekers. Dit wordt gevaarlijk. Ga ik gewoon naar... Ik ga naar Spruce. Ik ga naar deze. Woep. En ook al ben ik totaal niet dezelfde kleur. Het lijkt er een beetje op, denk ik. Een beetje. Oh, ze hebben ook gewoon allemaal... Oh jee. Zag hij me lopen? Of niet? Ik weet het niet. Oeh, oké. Uh-oh. Uh-oh, ik wil net zeggen. Ik ben totaal niet die kleur. Maar ik doe gewoon net alsof ik erbij hoor. Valt toch niemand op? Hallo? Kom even langs. Nee! Ga weg! Oh my god, er volgt nog steeds iemand me. Oké. Loopt dit dood? Zeg maar niet dat het loopt dood. Oké, weg. Weg. En naar rechts. Ah! Ah, het doet pijn, het doet pijn. Oh, nou ja, we zijn dus in ieder geval level 10 geworden. Ik ga even kijken of er toevallig hier iets is veranderd. Ik heb bijna 2000 coins, daar kan ik wel iets mee doen. Maar nee, level 10, het is gewoon nog steeds hetzelfde. Dus dat is wel balen. Dat is wel heel erg jammer. Ik dacht, er komt iets tofs, maar helaas niet. So be it, ja, dat is nou helemaal zo... Wij gaan alsnog gewoon de video leuk afsluiten. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren, want elke dag om 5 komt een nieuwe video. En zie ik jou heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.